Ik wil het met u hebben over wat zich daar achter mij afspeelde. En nog steeds. En wat mij op een verhaal over de uil in de kunst. En dan vooral de betekenis, de symboliek van de uilen in de kunst is. Het is de steenuil. 3 kleintjes, net geringd, een week geleden. En de steenuil komt in de kunst. In allerlei betekenissen voor. Positieve en negatieve. Een van de eerste kunstenaars die ik u wil laten zien is Hieronymus Bosch. Die hier dit detail een steenuil schildert. En in dat detail moeten we even eerst al goed bedenken dat waar bevindt zich dat? Hoe zie je deze steenuil? Nou, dan moeten we eerst naar een veel groter geheel, namelijk die beroemde tuin der lusten van hem, het Prado, 3 luik. En dat linker gedeelte, dat linker paneel, daar gaan we eerst eens even op inzoomen. En dan komen we in de tuin, het paradijs. Met Adam en Eva, de schepping, het scheppingverhaal en alle dieren die daar in dat paradijs leven. En op de achtergrond van de schepping, daar zien we een water en daar zien we een, ja, noem het een fontein, een bijzonder, ja, wezenachtig element met een beetje amorfe vormen ook. En er komt ook weer water uit en er zitten vogels omheen. Maar in die bol beneden, daar zit een gat en daar zit een steenuil. En die zit te kijken. Het kijken van de steenuil. En als je een steenuil, zoals ook deze steenuilen hier op ons erf, met de verrekijker dichtbij haalt, dan kijkt hij je heel vaak, heb je het idee, in ieder geval rechtstreeks aan met die felgroene ogen. Het kijken is dus een van de symbolische weergaven van een uil. Het goed kijken. Nou ja, goed kijken moeten we altijd als we naar kunst kijken. En het blijkt dan ook dat kijken in de betekenis, zeker ook bij Hieronymus Bosch, een belangrijke rol speelt. Want in een beroemde tekening van hem, die bij de laatste tentoonstelling ook naar voren is gekomen en tentoongesteld werd uit het Kupferstich-kabinet uit Berlijn, zien we de zegswijze eigenlijk verbeeld door Hieronymus Bosch. De tekst die daarbij staat, Latijnse tekst in vertaling, heb ik er maar even bij gezet deze keer. Dat veld heeft ogen, dat wold heeft oren, ik wil zien, zwijgen en de horen. Nou, het zien is dus duidelijk, dat zijn die ogen die daar op de voorgrond in dat veld liggen. Het wold, de bos heeft de oren, die zien we ook links en rechts van de boom. En het zien is dus verbeeld, verzinnenbeeld door de uil die daar in die boomstronk zit. Zo'n steenuil die goed kijkt, het goed kijken. Nou, dat goed kijken naar de wereld om hem heen, dat doet die uil ook nog in die tuin der lusten, die we er net ook al zagen, maar nu in het middenpaneel. En in dat middenpaneel, daar zien we dus de lusten der mensheid, die zich in allerlei heerlijkheden en bochten wringt met elkaar, spelend met fantasiebeesten, met vogels. Er zitten een heleboel andere mooie vogels ook in. Maar het detail waar ik natuurlijk op duid, is rechtsonder. En rechtsonder zien we dan die steenuil in feite ook weer kijken. En die kijkt, je zou misschien ook wel kunnen zeggen, naar de mensheid. En misschien ook wel naar de bedriegelijke verleiding, wordt er door sommigen gezegd. Hè? Dat Hieronymus Bosch een idee was. Dat de verleiding, die tuin der lusten, uiteindelijk tot die zondeval heeft geleid. Maar de uil in ieder geval kijkt ook weer met die grote ogen. En dat kijken, dat zien, dat is toch wel de symboliek die vrij algemeen bij de uil is. Daarnaast heeft hij een beetje die negatieve betekenis. En die negatieve betekenis heeft heel erg te maken met het feit dat hij een nachtwezen is. Dat hij 's nachts jaagt en dat hij dus ook angst kan aanjagen. Want het is hier bij Goya, Francisco Goya, bij zijn beroemde Etsy-serie, de Caprichos, dat er allerlei nachtwezens deze slapende man komen, ja, schrik aanjagen. De slaap van de reden monsters voortbrengt. Dat is eigenlijk de titel van deze ets, waarbij dus we met Goya überhaupt in de eeuw der verlichting van de reden terecht zijn gekomen, maar dat de reden dus ook allerlei boosaardige gedachten met zich mee kan brengen. En dat wordt verbeeld door vleermuizen en door uilen en door
katten, zwarte katten. En dat zijn de beesten die toch ook altijd bij de negatieve ideeën daarvan behoren. Terwijl, als we nou weer even helemaal teruggaan naar de oudheid, dan zien we bijvoorbeeld ook dat er al in de stad Athene een symbool werd gekozen voor de godin, hun stadsgodin, hun beschermgodin, namelijk Athena of Minerva in het Latijn. En Athena is hier dan ook uitgebeeld zoals we haar kennen als godin van de strijd aan de ene kant, hè, met de helm op en met de speer, maar aan de andere kant in haar hand de uil. En die uil die staat dan deze keer voor de wijsheid, want zij is de godin van de wijsheid, van alles wat je kunt leren in het leven. En het mooie is dat we dat ook letterlijk dus in de stad zien, in de zin van dat we rechtsonder de munt zien. Een van de munten uit de 5e eeuw voor Christus uit Athene, waar dus als symbool voor de stad Athene een uil is gekozen. Waarbij iedereen dus de godin Athene, de uil en de wijsheid met elkaar verbond. Minerva dus in het Latijn. Daar tegenover staat natuurlijk juist weer de domheid. En de domheid in plaats van de wijsheid, die wordt vooral hier verbeeld door Jan Steen. En Jan Steen kan dat altijd heerlijk in dit soort schilderijen met niet één keer de betekenis, maar weet ik hoeveel verwijzingen erin. Maar hier is het ook weer helemaal duidelijk. Het dronken paar, het is duidelijk dat ze veel te diep in het glaasje hebben gekeken. Dit stel op de voorgrond en het vat daar rechts in de hoek laat dat ook zien. Met daar ook nog de wijnkan, de Jan Steen kan bovenop. Maar in ieder geval is er veel te diep in het glaasje gekeken. Letten ze dus niet meer op. En worden ze door het groepje muzikanten, wat er op de achtergrond is geschilderd door Jan Steen, bestolen. Want over dat houten schuttingje, daar zien we iemand net de mantel wegkapen. En als je daarop in gaat zoomen, dan zien we daar ook een soort affiche, een prent aangeprikt, die eigenlijk alles zegt wat hier gebeurt. Want wat baat een kaars en bril als de uil niet zien en lezen wil? Dus als je zo dom bent als een uil, dan heeft zelfs een kaars of een bril geen zin. Want dan let je dus blijkbaar niet op en dan weet je de waarschuwingen niet te zien. En sla je die in de wind. Nou, zo is juist de domheid. En we kennen het letterlijk natuurlijk in onze taal, de uil, namelijk het uilskuiken. En dat wordt nog maar ook een keertje in die 17e eeuw zo duidelijk verbeeld in het schilderij van Malababbe door Frans Hals geschilderd. Waarbij hier op de schouder van deze Malababbe een uil zit. Zij was een gast van de kroegen in Haarlem. En hier wordt zij verbeeld, dus duidelijk ook weer met zo'n kan waar ze weer veel te diep in heeft gekeken. Maar vooral daarmee haar domheid symboliserend, want die uil is het uilskuiken op haar schouder. De uil kan dus de domheid symboliseren, kan de wijsheid symboliseren, kan het kijken in ieder geval. Nou, ik kijk met groot genoegen naar de kleine jonge stenen uiltjes en hoop ze straks te zien uitvliegen.